laat hij dan zijn handen uitstrekken over mijn volk en deze gezegende woorden uit. De Heere zij ons genadig en hij zegen ons. Hij moge ons allen begeleiden op onze verdere levensweg. Hij geeft ons voorspoed, geluk, gezondheid, blijdschap, vreugde. Hij bewaar ons voor tegenslag, verdriet, ziekte, armoede en ongeluk. Deze God, uw God, mijn God, ons, alle God, mogen ons overvloedig zegenen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer is verrezen en ledig het graf. Staat op en werp allen uw zonde schuld af. De glorievolle geheim, dus de verrijzenis van Jezus. De Heer die voor ons lijden en dood heeft gedragen, die als het ware paaslam zijn leven gegeven heeft, opdat wij met hem door de wateren van de dood kunnen gaan naar een nieuw leven, naar toekomst, naar het rijk Gods van liefde, van goedheid en verbondenheid. Hij verrijst uit de doden en van hem zegt Paulus, hij is de eerstgeborene van een nieuwe schepping. Wij vragen bij dit tientje heel bijzonder dat de kracht van de verrijzenis ook ons sterk maakt in ons geloof. Ons sterk maakt in de navolging van de Heer, onze Verlosser. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons hier in ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood.